allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. In deze aflevering gaan we een challenge doen, een van de 3 challenges om je kat nog gelukkiger te maken. Wil je weten wat het is? Blijf kijken! Oké, de drank challenge. Het houdt in dat je een soort van kattensoepje voor je kat gaat maken. En Saartje die houdt echt van hele lekkere dingen. En ze vindt het ook heel leuk als ik speciaal iets voor haar ga maken. Of als wij kip eten bijvoorbeeld, krijgt ze altijd een stukje kip. Maar dit is gewoon super leuk. En even kijken, wat heb je nodig? In ieder geval een ijsblokhouder. Maar als je dat niet hebt kun je ook een heel klein espresso kopje gebruiken. Gewoon een bakje waar je eventjes het voer in kan doen. Je kan natvoer gebruiken of je kan snoepjes laten weken. En dan doe je er een beetje water bij. En dan zorg dat het goed gemengd is. Dus ik heb het hier vast een beetje gemengd en even kijken hoor. Je moet wel zorgen dat het goed één mengsel wordt. Dus kijk, ik had wat brokjes en wat snoepjes allemaal bij elkaar. Als ik dit toch zie heb ik echt het idee dat ik een soort van, dat lijkt naar een kippensoep of zo. Groentesoep en was het erop. Tomatensoep vind ik ook wel lekker. Maar als ik een kat was zou ik het wel lekker vinden. Maar in ieder geval je moet zorgen dat het een goed mengsel is. Dat het echt één mengsel is. Dus stamp het even door elkaar. Saartje komt nu al naar binnen, want ze weet gewoon dat... Oh, kijk Mattie en Saartje. Zo lief. Saartje, kijk eens wat ik voor je aan het maken ben. Saartje, kijk. Dit wordt heel lekker. Oké, Saartje kan niet wachten. Vervolgens, als je een mengsel hebt, dan doe je dus in het ijsblokhoudertje. Maar wat ik al zei, je kan ook een klein espresso kopje gebruiken als je geen ijsblokhoudertjes hebt. Zorg dat het goed erin zit, dus ik gooi het er even helemaal in. Als je in een heel luxe restaurant zit of je neemt een volgerecht met 3 verschillende dingen, dan krijg je ook heel vaak zo'n heel klein soepje. En dan lijkt het dus nu al op. Wat je dan doet, is je zet het... Kijk Saartje, kijk Saartje, kijk Saartje. Maar Mattie is heel jaloers. Saartje. Hey. We gaan ook wel een keer voor honden dit doen. Nee, dit keer is het niet voor jou. Gaat hij een pootje geven. Super schattig. Oké, we gaan verder. We zetten het in de vriezer. Hoppatee. Nee, niet stelen! Matsie! Oh, hij wilde bijna mijn kattensoepje stelen. Het moet nog bevroren. Je zet het in de vriezer tot het bevroren is. En als het bevroren is, haal je het eruit. En dan wordt het smikkelen. Oké, daar gaat hij. Sorry, Mats. Kleine dief. Hij is een kleine dief. Oké, nu is het wachten tot het kattensoepje eindelijk bevroren is. Oh, Saartje gaat nog eventjes een rondje buiten spelen. Oh, ik zit eventjes onder de kattenhaar. Heb je nou ook een kattensoepje gemaakt? Maak dan even een foto en zet hem op Instagram of Facebook met de hashtag kattengeluk. Dan kijken Pet Place en Prins wie de allerleukste foto heeft of het allerleukste filmpje heeft gemaakt. En dan maak je dus kans op een super gaaf verwendpakket voor je kat. En daarbij zit ook een Pet Safe drinkfontein. Echt super gaaf van Pet Place en Prins samen. Oké, nou vriezer, vries even door. Dus nu een paar uur later even kijken wat Saartje van het ijsje vindt. Oké, het ziet er top uit. Eventjes losweken. Je kan hem in een bakje warm water zetten of ook gewoon eventjes onder de warme kraan. Bij mij is het een klein beetje misgegaan en ik krijg het er niet meer uit. Maar ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Oh, dat is leuk hè? Oh, super lekker. Oh, dit is zo leuk. Saartje vindt het helemaal geweldig. Dat is lekker hè? Oh. Oké, ik zou zeggen het ijsje is geslaagd. Misschien toch beter om in zo'n ijsblokjeshouder te doen. Dan krijg je het er makkelijker uit. Maar Saartje vond het echt heel erg lekker. Nou, dan wil ik tegen jullie zeggen dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En tot volgende week!